We zijn hier in buurthuis de Meerpaal en vanmiddag gaan we een filmmiddag organiseren voor kinderen. Een filmmiddag in 3D. Film is gewoon leuk, dat vinden alle kinderen leuk. En dat is iets van deze tijd ook, hè, om iets in 3D film te laten zien. Met het geld wat we met Ede Doet hebben opgehaald, hebben we hele mooie 3D-brillen gekocht. En dat zijn deze. Het is belangrijk om zo'n activiteit te organiseren, om ook voor kinderen wat te doen waarvan de ouders een kleine portemonnee hebben, maar ook om een leuk aanbod te hebben wat ook van deze tijd is. Vanmiddag gaan de kinderen de Disney-film Vaiana kijken, dat is een animatie- en avonturenfilm. Ik ben in contact gekomen met Ede Doet om toch geld binnen te halen, zeg maar. Het biedt een heel goed platform en je hebt gelijk ook een stukje publiciteit, hè, want bewoners zien ook gelijk dat die activiteit aankomt. Het was vrij eenvoudig om het via Ede Doet te regelen, om het op de site te zetten. Je meldt je activiteit aan en het wordt goedgekeurd of niet goedgekeurd of je moet het eventueel aanpassen. Maar dat ging vrij makkelijk. We hadden hier een ton staan waar mensen bonnen in konden doen met een bordje erbij. En we hebben een hele actieve bewoner die huis aan huis ook bonnen voor ons heeft ingezameld om het mede mogelijk te maken. Mijn tip voor mensen die ook zo'n activiteit willen opstarten via Ede Doet is dat ze een project verzinnen wat zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Wat het belang van zoveel mogelijk mensen dient. En dat ruim genoeg voordat de bonnen verschijnen of in de briefbus komen, om dat op de site te zetten. Ja, en vooral de bonnen inzamelen huis aan huis, dat werkt het beste.